Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, heel slecht. Ja, dus heel verschrikkelijke avond weer. Ik denk dat je hier wel vaker het idee hebt gehad, we worden weggespeeld. Mm. Maar dat was het ook weer niet, hè? Of wel? Met 5-1. Nou ja, 5-1. Uiteindelijk wel, maar we beginnen gewoon met een bepaald plan en dat lukte totaal niet. Dus we kwamen helemaal niet in de duels en dat zag er gewoon heel slecht uit. En ik denk de enige fase waarin we het een beetje beter deden was na de 1-0, zeg maar, op een gegeven moment in de eerste helft. Een heel slechte wedstrijd van ons. Maar je zegt al, het plan was dus in de duels komen vandaag. Nou, we wilden eigenlijk een beetje ze lokken en vanuit daar in de counter de mogelijkheden benutten. Maar ja, dan moet je wel de bal afpakken. En als dat niet lukt, dan, en dat is het risico denk ik als je zo speelt. Als het dan niet lukt, ziet het er gelijk heel slecht uit. Want ja, dan ga je dus de zones verdedigen en dan kunnen ze wel voetballen. En dan kunnen wij niet bepaalde duels winnen die we anders wel winnen, omdat we gewoon fysiek beter waren. Mm-hmm. Zijn. Hoe kan het dan dat het uiteindelijk 5-1 wordt, zo afgetekend? Doordat zij denk ik een paar goede goals maken en wij niet in de laatste fase goed verdedigen. Dus geen schoten blokken, geen voorzetten eruit halen. Ja, dan zijn zij goed genoeg om daar goals uit te maken. Mm-hmm. Maar is dat dan ook omdat je weer achter staat en de derde wedstrijd is dat je dus... dat niet. Gaat? Maar ik denk gewoon wel dat je een tik daarvan krijgt vandaag. Alleen, zeg maar, ik weet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee. Ik ben het is wel zwaar vanavond. Heb je goals tegen gehad eigenlijk waarvan je dacht, daar had ik wat meer mee gekund? Misschien de derde, maar dan moet ik even terugkijken. Die kap naar binnen en misschien dat mijn positie niet helemaal goed was voor de lange hoek. Maar dat zijn details. Maar volgens mij ook een paar waar ik helemaal niks aan kon doen. Dus we gaan gewoon verder. En vrijdag mogen we gelukkig nu dan, hè, moet ik zeggen. Maar je zegt ook, ik ben er even klaar mee. Ja. Is dat ook omdat het de derde is? Ja, zeker. Je loopt je vanaf, mensen zien dat niet, maar je loopt vanaf eind juni loop je helemaal het schompers om een bepaalde nieuwe start te maken. En als het dan niet lukt en je gewoon er heel slecht voor staat, ja, dat doet pijn. En ik hoopte dat we een nieuwe start konden maken en dit seizoen. Een goede start konden maken, moet ik zeggen. En dat is gewoon niet gelukt. Dat is een feit. Kan je er een beetje de vinger op leggen waarom dat 3 wedstrijden niet lukt? Nee, ik denk 3 hele verschillende wedstrijden. Zwolle was een soort van aftasten, 1-op-1-achtige wedstrijd waarin je in 2 standen situaties verliest. Waarin we dat gewoon niet goed genoeg doen. VVV moet je gewoon winnen. Klaar. Daar mogen we heel duidelijk in zijn. En vandaag ben je gewoon niet goed genoeg. Je hebt genoeg ervaren mensen, maar mis je toch een beetje natuurlijk leiderschap? Nee, dat niet. En Jurie Roze, Purl Frenkel, die zegt en nu is het klaar. Ja, alleen die hebben ook niet zo vaak tegen Jong Ajax gespeeld, denk ik. Mm-hmm. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar dat was ook de bedoeling. Alleen als je die in hele grote ruimte zet, ja, dan kunnen ze het ook niet belopen. We hebben ook met Denzel en Charlie hebben we natuurlijk grote jongens. Maar ja, als je achter de bal aan loopt, dan houdt het wel op. Dus daar moeten we gewoon heel goed naar gaan kijken. Ik snap wel wat je bedoelt. En het zag er gewoon heel slecht uit en het was ook slecht. Ben je er overheen als je wint? Oh, jawel. Maar we gaan ook wel winnen. Dat is het probleem niet. We trainen goed. Ik denk dat we heel veel goede dingen doen. Naar VV was ik positief. Alleen dit is natuurlijk het vervelende van voetbal als je op die 0 staat. Mm-hmm. En dan is toch iedereen die zegt, de Graafschap is een... kandidaat voor promotie, maar staat op 0 na 3 wedstrijden. Ja. Wat denk jij dan? Dat we op dit moment heel ver verwijderd zijn. Maar uiteindelijk moet je proberen over dit heen te komen. En misschien ben je er dan doorheen. Hè? En gaan andere ploegen op een ander moment terugval krijgen. Maar het helpt niet, laten we duidelijk zijn.